Serbia en haar doorbraak kwam 2 jaar geleden op Wimbledon. Toen stond ze als qualifier in de kwartfinale en versloeg daar notabene de nummer 1 geplaatste Martina Hingis. Een meisje dus dat heel goed kan tennis op gras en dat ondervond Mirjam Oremans. Want we kijken inderdaad naar de slotfase. Het staat 6-2 en 5-2 voor Jelena Dokic. Joegoslavische van geboorte, in 1994 geëmigreerd naar Australië. Dit jaar weer teruggegaan naar Joegoslavië. Oremans krijgt ook geen enkel kansje van deze Jelena Dokic. Die maakt geen foutjes. Oremans deed dat wel. Ze sloeg in al haar service games maar liefst 10 dubbele fouten. En dat is natuurlijk doorslaggevend in het spel van de Berdycumse. Haar service moet goed lopen, wil ze goed spelen. En zeker op gras. Wordt hier een let gespeeld, Mirjam Oremans. Stond nog niet klaar. Ja, het blijft moeilijk tennissen op gras. Ballen komen niet op. Ze stuiteren af en toe ook nog flink de verkeerde kant op. Het is af en toe gewoon geluk hebben om het punt te maken. De banen hier zijn langzamer dan op Wimbledon. Daar heb je toch een andere ondergrond, kleigrond. En hier in Brabant is het zand en dat maakt de baan anders, wat zachter. Desalniettemin is het spelen op gras natuurlijk als voorbereiding op Wimbledon nog altijd het beste. Het wordt 40-15. Matchpoint voor Jelena Dokic. 18 jaar en al heel wat succes in de benen. Ze stond ook nog in de halve finale van de Olympische Spelen in Sydney. Een maatje te groot, 2 maatjes eigenlijk. Jelena Dokic wint van Mirjam Oremans met 6-2 en 6-2.